We staan hier voor het Scheepvaartmuseum in Amsterdam met... Benjamin. En Amira. En hier komen allemaal Europese ministers bij elkaar om af te spreken wat zij belangrijk vinden voor Europa. Maar ja, wat vinden kinderen belangrijk? Dat onderzochten alle openbare bibliotheken van Nederland. Ik vind het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken over de toekomst. Kinderen die zien de wereld anders en die hebben ook hun eigen mening net als alle anderen. Mijn opa en oma zeggen altijd dat oudere mensen veel wijzer zijn dan kinderen. Maar ik denk juist dat dat niet zo is, want mijn opa en oma die leefde in de jaren 40 en daar hadden ze amper een telefoon. En dat hebben we nu wel, dus wij weten veel meer over technologie en al die dingen. Dankjewel. Wat is dit voor moois? Het Kindermanifest. Kindermanifest. Wij, kinderen in Nederland, willen graag meedenken over de toekomst van de wereld, Europa, ons land, onze steden en dorpen. Toen ik kind was, wilde ik buschauffeur worden en paus en profvoetballer en nog een paar van die dingen. Maar toch op een gegeven moment al wel directeur van een dierentuin. Want ik was altijd wel geïnteresseerd in dieren. En als je nu minister bent, ben je toch een beetje directeur van een dierentuin. How are you? I'm fine. They think more people should listen to the children. Alleen als volwassenen meer naar kinderen luisteren, kunnen we met elkaar zorgen voor een betere wereld. En met wat jullie allemaal belangrijk vinden, 7 punten. Goed zeg. En het eindigt met volwassenen net als wij gelukkig zijn. Dus je denkt niet alleen maar aan kinderen, maar je denkt aan iedereen. Wat mooi. Ik ga hem heel mooi inlijsten en ik ga nog even vragen of jullie hem even willen ondertekenen voor mij. Want ik wil wel goed kunnen onthouden dat ik hem van jullie tweeën heb gekregen. En dan ga ik hem aan onze collega's laten zien. En dan ga ik vragen, wat gaan wij doen om volgend jaar, in het volgende seizoen, na de zomervakantie, die 7 punten wat dichterbij te brengen in onze organisatie. En ik ga zorgen dat alle bibliotheken in Nederland hem krijgen. Ik hou hem omhoog. En zo moet dit manifest gewoon het hele land doorgaan. Vindt u het ook belangrijk dat ik naar kinderen geluisterd word? Ja, dat is ontzettend belangrijk. En het is eigenlijk, in de politiek zul je ook zien dat veel mensen, als je nou doorvraagt van waarom doe je het nou uiteindelijk, dat ze het uiteindelijk doen om te zorgen dat kinderen een betere wereld krijgen. He, dus ook veel mensen in de politiek, natuurlijk willen ze het ook wel goed maken voor de mensen om zich heen en misschien voor zichzelf en voor hun buren. Maar uiteindelijk willen ze toch dat wij aan jullie generatie een betere wereld nalaten. Er wordt vooral beslist over 30 jaar van wat zal er dan moeten gebeuren. En dan zijn de meeste volwassenen zijn dan ouder en dan hebben wij de wereld in handen als kinderen nu. Dus dan zouden wij beter kunnen beslissen van wat zouden wij in die wereld dan willen. Meer elektrische auto's, meer... meer zonne-energie, windenergie en blauwe energie. Kinderen hebben veel meer fantasie en zo dan ouders. Dus die kunnen ook veel meer goede ideeën bedenken. Ik denk dat het heel verstandig is dat volwassenen naar kinderen luisteren. Het is ook, we zijn met z'n allen bezig om een wereld te maken die uiteindelijk door die kinderen zal worden overgenomen. En het is belangrijk dat we van jullie horen wat jullie ervan vinden. Dankjewel. En leuk jullie gesproken te hebben.